Het is belangrijk om na te gaan wat de beweegredenen waren van de Hindoestaanse contractarbeiders die 151 jaar geleden zijn geëmigreerd naar Suriname. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gistermiddag tijdens de herdenking van 151 jaar Hindoestaanse emigratie bij het monument van Baba en Mai. Het staatshoofd vindt het ook belangrijk dat vooral de hedendaagse generatie bewust is van wat de Hindoestaanse voorouders hebben meegemaakt en welke strijd zij hebben geleverd. Hij vreest dat als de diepere betekenis daarvan niet bekend is, de nazaten hun rol niet goed gaan begrijpen. Dat is wat ik vandaag wil vragen. Dat u moet beseffen dat die voorouders van ons toen geen strijd alleen geleverd hebben voor zichzelf. Geen strijd alleen geleverd hebben voor rechtvaardigheid. Geen strijd alleen geleverd hebben tegen onrecht. Tegen mensonterende behandelingen, tegen vernederingen. Maar ze hebben strijd geleverd voor hun nazaten. Ze hebben strijd voor ons geleverd. En dat is wat bijzonder belangrijk is in die strijd. Dat het een nooit eindigende strijd zal zijn. En die strijd constant gevoerd zal moeten worden. Voor eerlijkheid, voor rechtvaardigheid. Voor die natievorming. Maar ook dat we alles moeten doen dat er nooit meer een verdrukking komt. President Santokhi zei ook dat de Hindoestaanse contractarbeiders zich vanaf het begin volledig hebben aangepast aan de situatie in Suriname. Als deel van de multiculturele samenleving hebben zij altijd geprobeerd een bijdrage te leveren aan de nationale ontwikkeling. En dat is wat wij vandaag doen. En ik ben bijzonder trots dat ik als nazaat nu deze verantwoordelijkheid heb als president om mijn bijdrage te leveren met diezelfde spirit, hard werken, dag en nacht, verbetering brengen, verandering brengen. Ja, met die zware offers, ja. Met die zware offers. Die offers van onze voorouders die daar streden. De offers van de voorouders die niet uit waren op materieel gewin. Die offers van de voorouders die daar waren zonder dat ze de nodige instrumenten hadden en slechts met hun verstand en fysieke kracht moesten werken. Dan zijn we uitgerust met zoveel moderne hulpmiddelen, zoveel instrumenten. Laten we dat gedachtegoed vasthouden, die strijd voor behoud van onze natie. De strijd van de Hindoestaanse contractarbeiders moet volgens president Santokhi niet alleen vastgehouden worden om te werken aan betere normen en waarden in de Surinaamse gemeenschap, maar ook gebruikt worden om natievorming te bevorderen.